Weet u nog, de jaren 80, de Knight Rider, met in de hoofdrol David Hasselhoff als een soort moderne ridder. Samen met zijn zeer technisch, zeer geavanceerde denkende auto, Kit. 35 jaar geleden was dit nog ondenkbaar, maar zover zitten we er niet meer vanaf. Jeroen Ploeg, je bent onderzoeker bij TNO Automotive. Eerst even over de auto. Hoe lang duurt het nou nog voordat we echt niet meer zelf hoeven te rijden? En dan sluit ik me toch aan bij de vorige spreker. Ja, misschien dat is niet 50 hè? Jaar. Nou, dat vind ik wel heel lang. Ik wil het nog wel graag meemaken, maar onder bepaalde omstandigheden denk ik, een jaartje of 20, 15. Nou, dan, gaan wij nog meemaken, toch? Ik denk het wel, ja, dat denk ik wel. Oké, ja. Wat kunnen we al wel? Onder eenvoudige omstandigheden kunnen we helemaal automatisch rijden, bijvoorbeeld op een snelweg. Mm-hmm. Dat zie je hier een filmpje van. Even kijken. Dit is op een testbaan opgenomen. Er rijden drie van onze testvoertuigen. En hier rijden we in een treintje, maar we doen nog meer, dat zie je niet allemaal in het filmpje. Maar wat we ook doen is dat de achterste auto automatisch de voorste twee inhaalt en tussenvoegt. Wauw. Als je nou toch straks niks meer hoeft te doen in die auto, word je dan niet hartstikke slaperig ook? Gaat niet het hele plezier van het rijden? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, Bob, je bent een grote man, je houdt vast van mooie auto's. Ja, en je bent niet meer de baas over het stuur, hè? Ja, dus de factor vertrouwen wordt belangrijk. Als ik in mijn auto zit, ik ben zo'n lul, dat als ik voor het pand van Omroep Brabant sta, maar mijn navigatiesysteem zegt, ga hier rechtsaf, dan ga ik rechtsaf. Ja, dus hoe gaat dat dadelijk in zo'n auto? Ja, maar dat is waarom ik zei 20 jaar of misschien nog wel langer. Als je automatiseert, dan moet je het ook goed doen. En als je de bestuurder belooft dat hij niet hoeft te sturen, niet hoeft gas te geven, ja, dan heb je eigenlijk geen keuze meer bijna. Nee. Dan moet je ook alle situaties op kunnen lossen. Maar waar gaat het nou straks om? Dat is de moeite. Wordt dit nou gecreëerd voor het comfort van de rijder of is dit meer een stukje veiligheid algemeen? Nou, het wordt nu verkocht door de automobielfabrikant, is het een comfortfunctie. Je kan naar Zuid-Frankrijk rijden met je gezin en je kan ondertussen quality time hebben met je kinderen op de achterbank. Je draait je stoel om en nou, dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Wat vind je daar zelf van? Want je zegt het ook een beetje zo. Nou, ik vind het kletskoek. Ja, het zou kunnen. Maar het probleem is dat wie koopt zo'n auto zal heel duur worden. Wie gaat dat kopen? Die quality time komt dan wel op de plaats van bestemming. Het is wat stress in de auto, zoals het hoort. Ja, we doen het wel zoals we het gewend zijn. Ik geloof niet dat daar een business case achter zit, eerlijk gezegd. Waar het wel zit is, voor personenauto's zou het files kunnen verminderen. Kijk, dan wordt het interessant. Ja. Dat gaat geld schelen en bij vrachtwagens kan het brandstof besparen. Dat wordt nog interessanter. Oké, we gaan eerst nog even naar de auto. Ik pak even de Google-auto erbij. Google is er heel ver al mee. Hè? Dit is een auto, daar hoef je eigenlijk niks meer te doen als bestuurder. Ja, dat is het beeld wat geschetst wordt. Dat is gewoon niet waar. Die auto kan heel veel. Ze hebben heel veel getest. Maar kan nog lang niet alles. Dat betekent dat je daar geen... Ze hadden een reclamefilmpje met een blinde erin die dan weet ik veel waar naartoe werd gereden automatisch. Nou, dat kan dus niet. Hij kan lang niet alle situaties oplossen. Je moet toch onderweg ingrijpen. En zolang dat nog niet kan, is er nog niet. En die laatste stap van alle situaties kunnen doen, dat is een moeilijke stap. Okay. Dat gaat nog even doen. Hoe belangrijk is het? Hè? Nee, ja. Hij is afschuwelijk. Ja. Maar dat doen ze bewust, denk ik. Ja, maar dat vind ik ook wel weer leuk. Maar hoe belangrijk is het dat we als Brabant hierbij blijven bij deze ontwikkeling? Hoe zwaar zijn jullie daarmee bezig op die automotive campus? Ja, best wel zwaar. Ik denk dat wij daar een meerwaarde in hebben. Niet zozeer ten opzichte van Google. Die is toch vrij ver in automatisering. Wat wij eraan toevoegen en wat Google niet doet en geen enkel automobielfabrikant, is voertuig-voertuig communicatie of voertuig-walkant communicatie. Ja. En de reden daarvoor is dat je eigenlijk meer wil weten van het verkeer om je heen dan wat je alleen met onboard sensoren, zoals een radar of in dit geval een laser, kunt meten. Je moet je voorstellen dat jij in het verkeer zou rijden en het enige wat je weet is de afstand tot je voorligger en hoe snel je erop afrijdt. Nou, ik kan je vertellen, dan kun je niet rijden. Je moet weten hoe het verkeersbeeld is, wat voor soort auto je voor je hebt, of het iemand uit, wat het er net over, Maaskantje is met een trainingsboek aan en een petje op. Dat moet je weten om te reageren, om er goed mee om te kunnen gaan. Dat kun je alleen maar weten als je gaat communiceren. Maar is dat, hoe meet je dat? Hoe ver is die technologie? Nou, dat is best ver. Dat is al wel ver. Ja. In de auto kun je heel veel dingen meten die je niet van de buitenkant kan meten. En als je die overstuurt naar elkaar, dan kun je daarop reageren. En wij geloven toch wel een beetje dat de crux is om het echt te kunnen toepassen in het verkeer. En ik geloof dat wat wij doen in deze regio, dat toegevoegde waarde is op dit gebied. Even nog naar die vrachtwagens, want daar wordt al wel ook al heel veel onderzoek naar gedaan. Wat kan er daar veranderen? Het in treintjes rijden? Wat moeten we aan denken? Ja, waar het daarom gaat eigenlijk is brandstofbesparing. Dat is de business case. Dat voel je gelijk in portemonnee als vloot-eigenaar. En het idee is om heel kort op elkaar te rijden. En dan moet je denken aan 0,3 seconden.
de overheid beveelt officieel ongeveer 2 seconden aan. Mm-hmm. Dat is echt ver. Mensen rijden met ongeveer 1,1 seconde. Als je wat harder rijdt, dan zoals ik 0,9. Als je wat agressiever rijdt, 0,3 is absurd dichtbij. En dat heb je nodig om brandstof te besparen. Alleen als chauffeur in de achterligger zie je niks meer. Je ziet alleen nog de laadklep voor je. Nou, zoals ik net zei. Dus ook daar zitten we heel veel nadelen aan. Gaat het wel lukken straks met die techniek als laatste? Gaat die niet alles overnemen en dat we uiteindelijk ook zo afhankelijk worden dat als het mis is, dat het ook echt mis is? Dat moet je dus voorkomen. En pas dan kun je het helemaal breed uitrollen. Tot die tijd kun je bepaalde situaties doen. We kunnen met die vrachtwagens dicht op elkaar rijden. Dat zijn we dit jaar ook van plan. En eind van het jaar moet dat geschikt zijn om te doen. Okay. Maar het is met een beroepschauffeur en we beloven dat is onder bepaalde omstandigheden. En ze kunnen er niet mee de stad in.